kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag echt een mega naked shoplog voor jullie. Ik mocht namelijk wat items uitzoeken, dus dat heb ik ook gedaan. Ik weet namelijk eigenlijk niet meer zo goed wat ik heb uitgezocht, dus dat is altijd weer een leuke verrassing. En ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. Met de code DELVER15 krijgen jullie 15% korting op je aankoop. En deze code is een weekje geldig, dus dan weten jullie dat. Ik zal ook even alles in de beschrijving zetten, gewoon alle linkjes van de items en de kortingscode, zodat je aan het eind van de video daar even makkelijk kan kijken. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, het zijn dus wel echt herfst- en winter-items. Dus dat zit hier allemaal in. Ik ga even een thumbnail maken en dan ga ik het openmaken. Oké, let's open it. Het is echt bizar, groot. Het is echt niet normaal. En het erge was, toen dit pakketje werd geleverd, was ik niet eens thuis. Dus het kwam bij de buren met nog 3 andere pakketjes. Dus dat was echt zo... Hoi. Laten we beginnen met het eerste item wat ik hierboven zie. En het begint al met echt iets superleuks. Want in de winter heb je echt een warme jas nodig. Dus ik heb deze geweldige puffer jacket in het beige gekozen. Ik vind hem echt super tof. Kijk nou, hij voelt heel lekker, lekker dik. Ik heb al best wel veel jassen en ook gewoon trenchcoats. Maar niet echt iets voor de regen of zo. Het is niet dat als het nu echt vet hard gaat regenen of gaat sneeuwen of zo, dat ik daar een perfecte jas voor heb. En dit is natuurlijk wel echt super regenbestendig, mag ik hopen. Het voelt in ieder geval wel zo. Dus deze puffy jacket in een maatje S. Of volgens mij wel. Ja, maar 36. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze aanstaat. En die heb ik dus in de kleur beige. Vind ik heel erg leuk. Hij heeft knoopjes en een rits. En deze details zijn ook zilver. Maar dat zie je toch niet als dit er overheen zit. En verder is hij gewoon lekker dik gevoerd. Dus hier ben ik blij mee. En hij heeft nog hele leuke zakjes. Ja, je ziet het natuurlijk overal nu. Dus ik ben benieuwd naar dit kleurtje. Ik vind het wel heel erg leuk. Dus deze puffy jacket in een maatje 36. En deze jas kost €91,95. Nou, dan heb ik de jas. En die zit eigenlijk echt perfect. Perfecte maat. Dus super blij mee. Ook lekker warm. En ik heb een dikke hoodie eronder. Dus zoals dan zit hij gewoon zeg maar helemaal goed. Ik ga hem even dicht doen. En zo is die dicht. Top. Oeh ja, heel leuk. Ik weet alweer wat het is. Dit is namelijk echt een leuke broek voor in de winter dus. Hij is heel erg donkerblauw. En dat heb ik totaal niet. En ik weet ook niet of ik het dus leuk vind. Maar ik vond het model zo vet. Ik heb dus een spijkerbroek met knopen. Heel veel. En die loopt dus een beetje loose fit uit. Niet heel erg, maar gewoon ja, een beetje een mom jeans-achtige vibe heeft deze broek. Vind ik heel tof. En ik vind dus eigenlijk die donkerblauwe kleur wel heel vet, denk ik. Ik moet even kijken of ik dit mooi vind, maar in de winter of zo vind ik dit toch wel heel leuk. Met een witte trui of zo, ja, heel erg leuk. En de broeken van Naked vind ik sowieso echt super fijn zitten. Die zitten echt bij mij altijd zo perfect. Qua maat en zo. En ja, ik vind het gewoon heel fijn. Ik heb deze dus in de kleur mid blue. In een maatje 36. Hier, deze broek is €45,95. Nou, dan deze broek. En hij zit echt als gegoten. Zo lekker. Ik moet nog wel even wennen aan het donkerblauwe. Maar eigenlijk vind ik het wel heel tof. Echt heel erg vet. Let niet op de sokken trouwens. Glitter luipaard sokken. Maar kijk de lengte. Echt super goed zit hij. Mega lekker stretch. Wat is dit? Oh, ik weet het ook alweer. Dit is een hele leuke beige joggingbroek. Die heb ik nog niet. Ik heb mega veel joggingbroeken. Echt, ik verzamel die dingen echt. Ik leef daar ook wel een beetje in. Maar nu ook één in de beige en die had ik nog niet. Dus ik dacht, dat is altijd handig. Hij is eigenlijk heel erg simpel. Een joggingbroek. Lekker beige. Iets donker beige. Dus dat vind ik wel tof. Ja, een beetje een zandkleurtje. Deze heb ik in een maatje 34XS. Want hij viel wat groter. Dus dan denk ik dat hij perfect past. Hij heeft ook een lekkere band. Dus hij rekt lekker mee. En hij heeft nog zakken. En dat vind ik persoonlijk in joggingbroeken wel heel erg fijn. En deze kost €34,95. En dan de joggingbroek. Hij is iets strakker dan ik dacht. Het is niet storend of zo. Maar ik vind hem hier wat strakker. Dus ik had echt wel een 36 gekund. Maar verder, super chill. En hij zit lekker. Dus dat is natuurlijk ook fijn. Wow. Oh, ja. Yeah. Oh, hier ben ik heel benieuwd naar hoe dit mij gaat staan. Dan heb ik dus deze geweldige trenchcoat. Ja, let op. Hij is echt, ik kan dat niet op beeld krijgen, mega lang. Hij komt echt tot over, bij je enkels. En hij is dus oversized.
I love it. Kijk nou, dit kwaliteitje voelt echt super goed aan. Heel dik. En ik heb dus gekozen voor een beetje de beige kleur. Het heeft beige kleur met wit en ja, een beetje donkergrijsachtig. Ja, heel mooi vind ik deze. Echt super mooi. Dus ik ben benieuwd hoe deze staat. En verder heeft hij dus gewoon knopen, hele grote. Dus dat is ook top. En zakken. Maar die zitten dicht. Oh, dat vind ik wel jammer. Hij heeft dus nepzakjes. Ik vind deze echt super vet. Ik ben benieuwd hoe deze staat. Maar de kwaliteit en hoe die eruit ziet vind ik wel tof. Dus ik ben benieuwd. Oh, deze heb ik in een maatje. 36. Dat is wel groot. En het is dus de kleur beige. Ja, ik hoop niet dat die te groot is. En deze kost €113,95. Oh my god. Ik vind deze jas zo tof. Met de outfit eronder niet echt. Met dat rood met roze. Maar de jas zelf zit echt top. Echt perfect. Lekker winterse jas. Ik hou wel van dat oversized lookje. Ja, echt heel mooi. Ik moet wel een beetje wennen. Want ik heb zoiets nog niet zo groot. Maar ik vind het echt super tof. Oh ja, ik weet alweer wat dit is. Dit is een zwarte leren broek. Ja, ik vond het wel tof of zo. Met een koperkleurige body erboven. Of een zandkleurige body. Ja, ik zie dit wel voor me. Hij is dus ook weer een beetje loose fit. Dus hij loopt wat ja, wijder uit. Het is niet dat het echt een skinny model is. Dat vind ik zelf heel tof. En voor de rest voelt hij ook best wel zacht qua leer. Ik ben benieuwd hoe deze dus aan zit. En de achterkant heeft nog van die ja, zakjes. Maar dat is nep. Vind ik wel een chic detail eigenlijk. Aan de broek. En hij heeft dus van die schuifknoopjes en een rits. Waardoor je dus eigenlijk de knopen niet gaat zien. Dus dat vind ik ook wel heel erg mooi. Heel leuk. Ja, echt super mooi. Ik hoop dat ik hem dus pas. Ik heb hem in een maatje 36. En normaal moet dit ook gewoon passen. Ik heb altijd van broeken 36 bij Naked. Maar ja, met leer weet je het nooit. Dus deze leren broek. Super gaaf. Nou, dan heb ik deze broek. En hij zit zo lekker. Hij zit zo mooi. Echt zo blij mee. Hij zit dus ook wat. Hij valt iets hoger. En dat vind ik zelf wel heel erg leuk. En ja, verder zit hij gewoon top. Let trouwens niet op mijn nagels. Als het goed is, ga ik vrijdag nog naar de nagelstylist. Maar ja, je weet het nu tegenwoordig allemaal niet meer. Maar ja, dus ik heb er twee af. Dan weten jullie dat. Oh, om even in de leren vibe te blijven. Deze en deze vind ik echt geweldig. Hoop ik. Ik zag hem op de site en ik zag het al helemaal voor me. Het is dus een beetje Bordeaux rood aubergine-achtig. Ja, zo noem ik het. Het is dus eigenlijk precies dezelfde als de zwarte. Maar dan in het Bordeaux rood aubergine. Dus deze leren broek. Ik vind het echt super gaaf. En vooral dus in de winter en in de herfst vind ik dit echt super cool. Met een zwarte kooltrui erboven of een beige of wit. Dat is ook heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje 36. En ze noemen dit de kleur Bourgondi. Ik vind dit wel echt super tof. Dus deze, ja, deze kleur van leren broek. En deze kost €56,95. Dan deze broek. Precies dezelfde. Maar dan dus in dat kleurtje. Let niet op deze combinatie. Want dat zou ik dus niet zo snel doen. Maar kijk maar alleen even naar de broek. Maar echt zo mooi weer. Zit weer super lekker. Sluit weer mooi aan. Maar wel grappig. Want deze broek is langer dan de zwarte. Terwijl het precies dezelfde is. En deze vind ik dan lang eigenlijk over. Echt top. Hij zit dan echt perfect. Met schoenen eronder. Dus ja, echt mega leuk. Heel leuk voor in de herfst en in de winter. Oeh ja, dan gaan we verder met de accessoires. Ik zag deze namelijk en ik dacht, ja, die vind ik echt wel heel erg leuk. Oh, ik haal het even uit het plasticje. Kijk, dit is het. Dit is een heel schattig tasje. En ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is dus van de Mango en dat verkoop je ook gewoon bij Naked. En hij heeft dus een hele mooie chain hier in het goud. En verder gewoon hier een korte zwarte band. Hij is ook lekker groot, dus dit is echt zo'n handig meeneemtasje waar je alles in kan doen. Even kijken aan de binnenkant. Ja, hier zit nog allemaal spul in. Ja, echt super groot. Kijk, niet normaal. Je kan echt heel erg veel in. Je hebt nog vakjes hierin. Ja, super leuk vind ik deze. En deze kun je dus gewoon, ik zal het even laten zien. Of gewoon leuk zo dragen. Of zo of zo. Dus, deze vind ik heel erg leuk. Die is dus van de Mango. En ik ga even kijken hoe duur dit is. Dit tasje kost €30,95. Dan even een kleur item. Oeh, I like it. Dit kwaliteitje is super mooi. Echt een hele mooie oud roze vestje. En ik ben echt een beetje schuldig, want
Ik heb al zoveel van deze vestjes. Een bruine, een blauwe, een witte, beige. Echt niet normaal. Maar nu ook een oud roze. En ik vind het echt geweldig. Ja, ik vind deze heel erg mooi. Hij heeft echt een mooi kwaliteitje ook. Mooi gebreid. En de knoopjes vind ik ook mooi. Die zijn gewoon donkerbruin. Hier sluit het trouwens ook weer mooi aan bij de mouwen. En hier loopt iets wijder. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dit oud roze vestje. Helemaal mijn kleur. Helemaal leuk. Deze heb ik in een maatje S in de kleur Dusty Pink. En ik ga kijken hoe duur die is. Als je denkt, wat zit je de hele tijd op je mobiel te kijken? Maar daarop kan ik de prijzen opzoeken. Deze cardigan is €56,95. Nou, dan dit vestje. En die zit ook gewoon super goed. Let dus niet op de combinatie, want dat vind ik niet mooi. Maar het vestje zelf, echt heel erg leuk. En ook dus leuk om wat knoopjes open te doen over je schouder heen. Super fijn, leuk stofje ook. Of leuk stofje, fijn stofje. Oh ja, dan deze zwarte pantalonachtige broek. Maar dan loopt hij dus heel erg wijd uit. Even kijken hoe ik dat goed kan laten zien. Kijk, heel erg tof. Hij is echt lekker wijd. En ik dacht, dit is ook wel handig om te hebben. Een basic pantalon zwart die wijd uitloopt. Ik hou daar wel van. Hij heeft ook een nepzakje aan de achterkant, net zoals die andere broeken. Dat geeft toch een chic effect, vind ik. En ja, verder gewoon heel basic zwart. Lekker los, heel erg leuk. Ook weer met een body erboven of zo. Er zit nog een item bij wat heel erg leuk hierboven is, denk ik. Deze heb ik in een maatje 36 in de kleur zwart. En deze kost ook €56,95. Nou, dan dus de broek die heel erg leuk bij dit topje past. Amazing. De broek zit echt mega lekker. Oh my god, ik ben zo verliefd op deze broek. Kijk nou, hij lijkt te lang, maar het is echt perfecte lengte. Ik heb straks sneakers aan. En dan zit hij echt perfect. Oh my god, ik vind het zo mooi, zo classy of zo. En je kan dit gewoon overal mee dragen. Het is gewoon altijd handig om zo'n broek te hebben. En hij is dus gewoon heel stijlvol met die zakjes hier ook. Ik weet niet, ik vind het heel mooi. Echt, ik ben helemaal blij hiermee. Super mooi. Dan zijn we er nog niet. Weer een beige item. Ik wou ook nog heel erg graag... Ik heb best wel veel broeken eigenlijk deze shoplog. Maar een beige pantalonachtige broek zocht ik nog. En I have it. Ik hoop dat die dus ook past. Dit is ook weer een beetje zo'n nette broek eigenlijk. Lijkt allemaal best wel op elkaar, maar dan dus in een beige. Heel erg tof. Loopt ook weer lekker wijd uit. Is lekker loose fit. En de achterkant heeft ook weer van die nep zakjes. Ook nog zulke lusjes waar je een riem doorheen kan doen. Maar dat ga ik denk ik niet doen. Dus ik vind deze echt heel erg leuk. Leuk met een wit shirtje erboven. Of zo een wit gimpen. Gewoon lekker casual. Deze heb ik in een maatje 36. Ik hoop dat het allemaal ook niet te lang is voor mij. Want ik ben 1,69. Maar goed, dan moet ik het maar weer naar de kledingmaker brengen. Dan de broek. En ik ben ook echt verliefd op deze broek. Hij zit super chill hier ook. Helemaal niet te strak. En verder sluit hij hier gewoon mooi aan en loopt hij lekker wijd uit. Echt super netjes deze pantalon. Maar ook weer heel... Weet niet. Ik vind hem gewoon heel leuk. Ja, echt top. Super blij mee. Ook een mooi kleurtje dit. Ook deze kost weer €56,95. Dan een item die ik ook bij Monica Geuze in haar vlog zag. En eigenlijk hadden al wel meer mensen deze. En ik vond hem toch wel heel erg tof. Dit is een leren jurk met franjes. En dat vond ik echt heel erg leuk. In het zwart dus. Ik heb al zo'n zonder shoning, precies shoning zonder franjes gehad van Lovies. En die heb ik ja, wel een paar keer gedragen met Dr. Martens eronder. En zo is dus ook hoe ik deze voor me zag. Door de franjes, zeg maar, heb ik deze gekozen. Ik vond de franjes echt heel erg leuk detail eraan geven. Maar deze leren jurk dus. Leuk om gewoon zo lekker dicht te dragen. Heel erg leuk met een panty eronder. Dr. Martens, je bent eigenlijk al klaar met je outfit. Deze heb ik in een maatje 36. En I love de franjes. Die lopen ook door hier zo naar de achterkant. En deze jurk kost €68,95. Jongens, het jurkje zit ook echt super leuk. Maar hoe leuk is het dus om met Dr. Martens te dragen. Ik heb deze net nieuw binnen. Ja, ik vind het tof hoor. En dan met een panty eronder. Heel erg leuk jurkje. Zit ook lekker. Top. Yes. Een item die ik al heel erg lang goed zoek. Ik heb namelijk zo'n item, precies zo'n soort, al een keer bij Naked besteld. Maar die was mij veel te klein. Ook in de shop nog laten zien. Super jammer, want ik heb altijd maat 36. En dat was ook een 36 en die paste ik gewoon niet. Dus een nieuwe poging met een ander soort model. Ik zoek namelijk al een tijdje lang deze grijze mom jeans. Die eigenlijk gewoon heel erg simpel is. En ik denk dat ik er dus één heb gevonden.
Deze is wel maat 36 dus ook. En ja, hij ziet er gewoon qua taille goed uit. Dus ik hoop dat ik hem pas. Want dan ben ik eindelijk klaar met mijn zoektocht. Deze grijs gewassen mom jeans vind ik echt super leuk. Met zakjes. Dus dat is die. In een maatje 36 dus. Laten we hopen dat ik hem pas. Echt alsjeblieft. En deze kost ook 56,95. Nou jongens, ik weet niet wat het is. Maar de grijze broeken zijn mij gewoon niet gegund. Ja, het is me gewoon niet gegund. Het komt gewoon niet verder dan mijn bovenbeen. Wat een ellende zeg. Ik wil zo graag een grijze mom jeans. Wat is dit nou? Jammer weer. Dus deze pas ik helaas niet. Jongens, het einde is in zicht. En dat is ook het item die ik bedoelde boven de zwarte leren broek. Ik zie het helemaal voor me. Namelijk een off-the-shoulder, of een off-the-shoulder, een one-shoulder topje in het bordeauxrood. Nou, ik vind het helemaal leuk voor in de winter en in de herfst. Maar hij heeft wel een beetje een bruinige vibe of zo. Ja, ik vind dit heel erg tof. Ik heb hem ook al in het zwart en nu dus in het rood, bordeauxrood. En hij rekt ook lekker mee. Dit is heel erg leuk boven die leren broek, denk ik. Deze heb ik in een maatje 34. En deze kost 22,95. Top prijsje. Oh my god, dan mijn favoriete outfit. Dat vind ik heel leuk. Het topje zit echt helemaal perfect. Super stretch. Ik moet wel even natuurlijk mijn BH-bandje wegdoen. Maar als dat weg is, zo mooi. Zo'n mooi kleurtje ook. En echt, ik vind dit echt een heel erg mooi topje. Dan was dit alweer de shoplog en dit waren de items. Ik ben er mega blij mee. Jullie hebben het al kunnen zien dat ik het dus heb gepast. En dat ga ik straks doen. Dus ik hoop echt dat ik het pas. Vooral de broeken, dat het niet te lang is. Mocht jij dus interesse hebben in een van de items, check dan even de beschrijving. Daar heb ik alles gelinkt. En ook de kortingscode. Die is dus een weekje geldig. Dus dan weten jullie dat. Voor 15% korting. Delver 15. Nou, vond je deze video dan leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. En abonneer mijn kanaal. Dat ga ik heel erg leuk vinden. En dan wil ik zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie, even kijken. Deze wordt online gezet op vrijdag. Dan zie ik jullie dinsdag met een Shein video. Die al 3 weken lang ingepland staat. Maar eindelijk online kan komen. Dus, oh, en een leuke winactie. Dus stay tuned. Bye!